I've never told you. And all I wanted to say, and now it's too late to hold you, 'cause you've flown away, so far away. Was dat iets pittiger dan je had gedacht? Ja, echt. Bij de repetities toen dacht ik van, nou ja, vanavond gaat het komen. Maar het is echt gewoon zo. Met een brokje keel zingen is echt best lastig. Maar ik heb het gedaan en ik hoop dat hij trots op is. Ja. Heel mooi. Bram, kom op. Ga eens even naar naartoe, dan loop je langs je oma naar de trap. Dan krijgt ze een schouderklopje. Ga er nou een knuffel even geven. Ja. Ga er even een knuffel geven. Geef er een knuffel. Even pat on the shoulder. Kom op. Ondertussen graag... Ja, kijk eens even. Dat is een pracht. Zo hoort dat. En dan gaan wij naar Ronald. Ja. Ronald, zeg het eens. Ja. Ik kreeg de opdracht om ook vooral te benadrukken wat ik goed vond. Wat ik goed vond, styling. Wat ik goed vond, je composure, om het toch te doen. Maar tegelijkertijd, Bram, begint mij wel een beetje een gevoel te bekruipen. Zo van warm bad, open haard, rode wijn, schaapje stellen, slaappil. Kijk, het repertoire wat jij kiest, want laten we daar duidelijker zijn. Ja. Jij kiest het repertoire. Jij kiest het repertoire. Het past je wel. De vraag is dat ook het repertoire van een idol? Daar ga ik gelukkig niet over. Maar ik ben zo benieuwd of je ook... Bij jou thuis heb ik die drankenkast gezien die op slot zat. En dat randje, dat zie ik niet. De glijmiddel, die heb ik nog niet gezien. Maar die... Oh, ik ben echt benieuwd. Jongen. Goed gedaan. Wat is het randje? Oh mijn god. Jezus. We gaan naar Eva. Ja, tuurlijk gaan we naar Eva. Even kijken hoor. Bram. Ik kreeg een beetje... Oké, dat is echt best wel niet oké van mij. Want het is een hele mooie message wat je hier wilt laten zien. En ik ben super fan van Mariah Carey... Alleen, ik kreeg een of andere wazige, plaatsvervangende schaamte of zo. Omdat ik vond het super 90's. En dan jij in dat wit. En dan dacht ik, oh, nu komt Kenneth G zo nog even een solo. Sax solo geven ergens. Maar dan probeer ik het van, even focus, man. Dat kan je echt niet maken. Deze jongen, dit is gewoon zo ver gehaald. En wow, ik,
ik was eigenlijk best wel bang dat je er eerst uit zou liggen. Je staat hier gewoon nog steeds en je bent gewoon hartstikke goed. Je hebt het nummer ook gewoon weer goed gezongen. Natuurlijk verwacht ik de hoge noot van Mariah Carey, maar die zitten er bij jou niet op. Of een of andere sick fluitregister ergens, maar die zat er ook niet in bij jou. Maar toch goed gedaan. Goeie performance. Kijk. Ook een liefhebber van dit genre is natuurlijk Jamai. Knuffelrock. Knuffelrock. Oh, jij kan de cd's inderdaad. Dat is het. Ja, heerlijk, heerlijk. Bram, ten eerste, ongelooflijk dapper om en je performance op te dragen aan iemand die niet meer is. Dat is ook, dat gaat constant door je hoofd heen. Ik bedoel, vraag naar Ruben, die heeft het ook een keertje gedaan, opdragen aan iemand. Het is heel zwaar. Dat heb je goed gedaan. Wat ik al eerder zei, in de laagte heb je zo'n mooi geluid. Ja. Zoek dan ook de liedjes op waar je dat geluid kan laten horen. Daar zit jouw kracht. In de hoogte werd het voor mij toch iets netter geknepen. Maar in de laagte was het heel erg mooi. Kijk.